Toen ik onlangs door mijn LinkedIn-contacten scrolde, kwam ik een interessante variëteit aan functietitels tegen. Interaction designer, senior consultant, senior strategic client partner, process manager en SEO-specialist. En dat is slechts een selectie. Heel veel mensen hebben een functie waarvan maar te raden valt wat het precies inhoudt. Geïntrigeerd hierdoor vond ik een mooi artikel over de waarde die men hecht aan de eigen functietitel. In dat artikel werd gesteld dat mensen in high-tech bedrijven worden gepaaid met een tot in het belachelijke doorgedreven holle functietitel. Zodat de directie maar onder loonsverhogingen uit kon komen. Dit heeft als direct effect dat de titel manager bijvoorbeeld enorm is gedevalueerd. Iedereen mag zich tegenwoordig manager van het een of ander noemen. Maar wat is dan de functie van de functie? Waarom hebben we die titel nodig? Zodat mensen weten wat we doen? Dat lijkt niet helemaal te werken, want zoals het nu gaat, staan we het alsnog uit te leggen op feestjes. De functietitel lijkt meer bedoeld te zijn om te imponeren. Iemand koopt blijkbaar toch liever iets van een senior account manager dan van een verkoopassistent. En hoe pretentieuzer de titel, hoe geloofwaardiger de persoon overkomt. Al met al houden we elkaar dus lekker voor het lapje en iedereen weet ervan. Ik ben benieuwd wanneer ik een glazenwasser tegenkom die zichzelf voorstelt als een window cleaning officer. Het einde is nog lang niet in zicht. Laten we daarom onze functies met trots dragen. Het maakt niet uit dat niemand weet wat het betekent. Zolang het maar erg interessant klinkt, dan straal je professionaliteit en zekerheid uit. En daar is sowieso niets mis mee. Op de hoogte blijven van ander nieuws rondom HRM en salaris? Volg ons op Twitter of bezoek onze website.